Yo, kijkers van Online Games van harte welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Prison Architect. We gaan lekker verder waar we uiteraard de vorige keer waren gebleven, dus dat komt helemaal goed. We gaan dus hier een hele mooie, complete nieuwe cellenblok bouwen. Vervolgens gaan we hier natuurlijk ook wat bouwen. Ik denk trouwens dat ik eerst dit hier als fundering aanleg. En dan kunnen we kijken wat we hier dan nog gaan bouwen. Dus dat komt helemaal goed. En die cellenblokken, dat komt ook nog wel. En dan gaan we hier ook natuurlijk een nieuw cellenblok bouwen waar alles misschien door elkaar staat. Moet ik even kunnen kijken. Misschien dat ik er zelfs 6 doe. 6 stukken en dan is het gewoon 1. Zo'n ding, hè. Voor 2. Aan twee kanten, dus dat zou kunnen. We hebben gewoon 4 groepen, hè? Ja, 4 groepen. Dus dan is het misschien 8, maar ik denk niet dat dat gaat lukken. Tenzij dat we gelijk hier gaan beginnen, dat kan natuurlijk ook, dat maakt toch niets voor uit. En dan kunnen we kijken wat we hier aan de laatste stuk nog kunnen gaan doen. Goed, maar dat gaat nog helemaal goed komen. Ik moet natuurlijk ook de kantine nog een beetje uitbreiden. En dan wil ik hier ook nog een extra keuken erin zetten. Maar laten we eerst gaan dadelijk hier de funderingen een keer gaan inzetten. Hier wel een ruimte over. Daar kunnen we wel iets van een personeel ding gaan doen, want dat gaat wel doorgetrokken worden. Maar ik moet dus eerst witte muur, of gaan we meteen BAM fundering. Ik denk dat we gelijk BAM fundering gaan doen. En dan kunnen we dit nog gewoon als witte muur vervangen. Dat gaan we denk ik doen. Ja, ik ben er in ieder geval uit. Dan kunnen we kijken dat we dit hier als een bloementuin gaan maken ofzo. Want we hebben gevangen, er komt er 60 aan, dus dat is genoeg. Goed. En dan kunnen zij namelijk ook daar weg, want we hebben hier een tijdelijke cel, want die moet ook ergens uiteraard een tijdelijke cel komen. Maar dat gaat helemaal goed komen. Even kijken of we hoog dat dit is, man. Niet normaal. Goed. Keer 3, dat is niet goed genoeg. Niet genoeg. Want ik kan natuurlijk deze tijdelijke cel kan natuurlijk weg. Daar kan ik de was van maken. Want dat is wel het beste. Want we kunnen de wasmachine kunnen naar die. Dus kan ik dit hele stuk hier zo doen. Dus het enige wat wij dus moeten doen is alles verwijderen. Die bedden ook allemaal. Dus dan zorgen we er eerst voor dat hier een tijdelijke cel komt. Dat is het beste. Ja, dat ga ik denk ik doen. Eventueel kunnen zij ook even aan die kant tijdelijk gaan verhuizen. Dus laten we eerst die fundering doen. En dan zien we wel weer verder. Want voor de rest qua vloeren zit alles erin, hè? Ja. Hier ook daar, alles. Behalve hier. Hier nog niet. Maar daar ben ik mee bezig. Dat gaat nog wel even duren. Maar komt goed. We zitten natuurlijk in de min. Dus we kunnen niet al te veel dingen. Kan ik wel wat dingen gaan verkopen? Nee.
houtwapen gaan verkopen, maar dat heeft toch geen zin. Een wachtrij, dus dat duurt wel heel even. Kijk, dit, dat moeten we ook eens een keertje... veranderen. Of gaan hier ook zelf bouwen? Maar dan moeten ze heel lang wachten voordat ze in de kantine zijn. Dat is ook wel weer een dingetje. Nee, dit laten we gewoon zo staan en dan gaan we dit ook maar eens eventjes een keertje gaan fixen hoor. Het is ook, maar er zit al veel in de tijdelijke cel. In de eenzame opsluiting. Oh, waarom? Kom maar, klik, 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 wat is dat dan? Wat we wel natuurlijk moeten doen is heel even... Even een deur erin. Deze kant ook. Ja, dat hoeft eigenlijk niet. Ze kunnen gewoon hier doorheen. Ja. Oké, hier dus ook pas. Ja, goed. Dat klopt dus allemaal. We gaan dus vandaag niks bouwen. We gaan alleen de gevangenen laten komen. En voor de rest eigenlijk niks. Oh, dat zijn die houtstronken, denk ik. Dat is wat je hoort. Goed, bijna 6 uur, dan gaan ze natuurlijk weer werken, dus dat is ook goed. Goed, ze gaan nu dus. En dan gaan we eens even kijken hoe dit zit. Hier nog een heleboel dier. Hier gaan er 3 mensen. Dit is voor de was.
paspoort niet zo heel veel zo te zien. Hier een paar. Is deze grote winkel? Wordt daar iemand gedaan? Nee, die grote winkel is dus dicht. Oké. Maar dat maakt het wel uit, want. Dus dat maakt niet zoveel uit. Overigens, de koek had je al zo gedaan. Niemand hier? Nee. Want zo heel veel van die grijze hebben we ook al niet. Kijk, 84. Er zijn natuurlijk ook haar volgingsprogramma's. Er zitten een paar mensen natuurlijk ook in eenzame opsluitingen. Ik heb een hele rits. Nou goed. Die andere die zit helemaal hier. In deze cel. Normaal zit hij toch hier. Nou goed, dan zal hij misschien apart moeten. Nou, het is bijna 8 uur, dus dan kunnen we lekker. Kom de vader, is er hier iemand? Die hebben ook haar volgingsprogramma's, dus dat is ook weer waar. Daar krijgen we natuurlijk ook geld ervoor. Kijk, nu komen ze. We zitten wel weer in de min 600, krijgt, dus we zitten min 6000. Maar dat is niet erg. De gevangenen komen naar aan. En dan gaat er een heleboel geld weer weg natuurlijk voor die bomen en dat soort zaken en zo. We zijn er benieuwd. De bouwvakken dood. Oh, laten we eens even een paar oproepen. Laten we even 4 man er neergooien. Wie is dat dan? Deze is dat. Deze? Bij de gevangene receptie. Niet plus 1000, maar we hebben min 3000 aan denk, dus komt van alles nu binnen. Dit zijn dus de bomen.
is ook. Ga jij heel even hier naartoe? Jij ook heel even. Anders gaat het echt niet goed. Hij is in ieder geval gepakt. Heb je me van de dodencel? Ja, in zo'n zwarte. Daar. Oké, dan gaan we eens even kijken wat die allemaal hebben gedaan. 56 jaar. Nou. Hij zit voor 63% moord. Had ik een marteling. Niet zo heel veel, maar toch dat voor 63% dat is meer dan de helft. Oh, hij zit hier nog wel even. 147 jaar zit hij. Hij zit van 67%. Dus als hij één keer voor beroep tegen doodstraf afgewezen is, dan is hij sowieso wordt hij sowieso geëxecuteerd. Dus deze die gaat sowieso al door. Dus laten we daar binnenkort maar eens even een programma ervoor inzetten. Want we hebben er nu 5. Kunnen we alvast nu ook doen, programma's. Hoger beroep tegen doodstraf. 4 uur, laten we die doen. Hoger beroep tegen doodstraf begint om 6 uur. Dat is wel heel vroeg. Kijk of die. Kan veranderen. Om 6 uur tot 10 uur. Dan doe er gewoon nu alvast echt eentje. Ik ben 300 gevangenen. Moeten er nog een paar komen? Volgens mij niet, toch? We hadden er in ieder geval 5. Kijk, hier zijn er een heleboel die nu aan het werk zijn.
is binnen. Hier is er ook er één. Hij gaat dus in deze cel. Die andere die zie ik niet. Eén, twee, drie. Vier, waar is die andere dan? Ik denk dat hij nog hier ergens zit. Hier zit hij. Want ze zijn weer allemaal binnen. Nou, kijk, hij gaat die dus brengen. Goed, dan gaan we eens even kijken waar die komt. Ook aan deze kant. Hier zit één, het kan ook zijn dat hij hier terecht komt. Dus hier krijg je dus deze cel. En die andere die zit dus hier ergens. Goed. Hij komt hier en die andere komt dus hier. Dus die vier zitten hier bij elkaar. En hier zit er één. Dus dit moet echt goed in de gaten gehouden worden. We zijn met genoeg man, dus ze zullen echt niet kunnen ontsnappen. Iedereen is hier weg. Dat is goed. Dit wordt prima gedaan. Dan kunnen we binnenkort hier een fundering gaan bouwen. Dus dat gaan we dus morgen doen. Woensdag. Hopelijk zijn jullie er woensdag er ook bij gekeks. Nog even kijken, bedankt voor liken. En tot woensdag dan weer, jongens. Mazzel!